Ze is aan het schuren. Ja? Oké. Okay. Ja. Ja? Wel mooi. Kedink, kedink. Helemaal goed. Zo gaan we nog even door. Mooi, moet ik hem vasthouden? Nee, goed zo. Oeh, dat wordt wel heel mooi. Nou, die spijkertjes zijn zo klein dat je ze straks, als het geschilderd is, helemaal niet meer ziet. Erg mooi, die platen zeg. Right. Ja, ik zal het even laten zien beneden. Ja, dat zal ik je vegen. Ja, ga je even vegen. Even naar beneden. Zo. Daar ging het kopje van mijn statief. Maakt niet uit. Kijk. Hier hebben we nummer 10. Die heb ik voor de helft gedaan met grondverf. Die is vrij dekkend, die grondverf. Dus die... we zijn een beetje in twijfel of we die willen gebruiken, die grondverf. Want dan zie je helemaal geen nerf meer. Dus dit is droog, neem ik aan. Ja, dan ga ik daar morgen helemaal de groene verf op zetten één keer. En dan kijken we wat we vinden van het verschil. Nou... Hoop ik dat die selfie stick niet eigenwijs is en mijn camera niet ronddraait. Dat is me al een paar keer gebeurd vanochtend. Maar dat geeft niet. Even lekker wandelen in de sneeuw. En daarna heb ik binnen een livestream vanochtend voor een overleden oom. De laatste broer van mijn vader. Ik vind het heel bijzonder dat het kan. Dat dat op die manier mogelijk wordt om bij een uitvaart te kunnen zijn. En dan gaan Ger en ik daarna, denk ik, verder aan de keuken. Dus jullie gaan dat zien, uiteraard. Maar geniet even lekker van deze fantastische sneeuw. Het is een graadje of min 4, dacht ik.
De sneeuw is ook heel erg fluffy. Fluffy sneeuw op fluffy Indy. Dat maakt alles super fluffy. Oh, jongen, man. Wat een geurtjes overal, Indy. Ik vind het daar heel interessant ruiken. Dus de vos zal daar zeker slapen s'nachts. Ja, s'nachts zeg ik, maar hij is de hele nacht bezig. Heb ik op de wildcamera gezien. Hij laat zich ieder uur ongeveer zien. Kom maar, poefie. Nou, even wild spotten. Met enig geluk. Nog één poging om die deur dicht te doen en daarna niet meer. Oh. Hij is dan verrot. Hij is nog steeds zwaar, die pint. Die zit. Nou, we gaan naar de koffie. Het is me te koud. Vindt hij van niet? Al wild spot met een bak koffie in mijn handen. Koffie zal dubbel zo lekker smaken. Het is net alsof we kerstmis overdoen. Nee. De sneeuw is diep aan het worden. Wat een weertje, man. Wat een weertje. Ja, is dat zo? Ja, mijn handjes, lieverd, zijn koud. Dus dan moet je niet in bijten. Nee. Hey. Rustig. Kom. Nee. Waar is je stok dan? Waar is je stok? Nou, eens even een stok voor je zoeken. Hey. Druk te maken. Hier heb ik al wat voor je. Die? Oh, die? Oké, nou dan die. Kijk. Je ziet het niet door de sneeuw natuurlijk meer. Kijk. Hier heb ik iets. Hier heb ik wel iets wat hij leuk vindt. Hoppa, dat bedoel ik. Ja, lullo. Ga mee. Je moet ze ook niet eten. Kom, pak je stok. Goed zo. Hij wist zijn eigen sporen. Oh. Nou, we vinden elkaar wel ergens weer de rest van de dag. Tot straks.
Prachtig, mooie vogels. Ze worden hier in Zweden bovinken genoemd. Bovink. Dat is een nationaal symbool. Dat zijn de vrouwtjes. Daar komt een man. Ja, ze zijn echt super mooi. Wat ik wel grappig vind, dat het brood hier allemaal ligt. Hoe komt dat? Het doosje met schroefjes is in de broodzak gevallen. Nou, het brood er vooruit halen, die schroef ook. Ja, zal ik het gewoon even in een aparte zakje doen, want het is hier nogal stoffig aan het worden. Zaagselbrood. Ja, misschien maakt het je tanden mooi bleek of zo. Geen idee. Je gaat wel even opruimen. Het is hier sowieso een chaos. Moet je eens kijken, joh. Dat heb je als je geen werkbank meer hebt. Dan ga je gewoon troep verschuiven. Kennen jullie dat? Vast wel. Ja, hier geen toonzaalkeukentjes. Helaas. Nou, helaas. Helemaal niet helaas. Je moet er niet aan denken. Sfeervolle keuken. Hè? Nou, ik vind het... Het wordt wel heel mooi. Het wordt steeds sfeervoller. Het wordt steeds sfeervoller, ja. Het wordt steeds mooier. Kijk, hij heeft dat hoekje daar gevuld. We kwamen net een klein stukje tekort. Die platen waren net tekort. En dan zou je zeggen, waarom neem je geen langere? Ja, die zijn er dus niet. Of 2,40 meter, dan was het ook weer 1,20 meter geworden. Net zoals deze. Of je moet hele grote stukken weggooien. En dat vonden we zonde. Dus dan maar zo. En dat maakt hier niet uit, want hier komt de koelkast te staan. Dus dat zien we dan toch niet. Maar, wel mooi. Heel mooi. Tevreden. Zo, twee broodjes voor jou. Ze willen niet. Past niet. Mosterd. Ja, mosterd. Ik heb deze bijna leeg, hè? Ja, een paar keer goed stampen. Dan doet hij het nou aan. Die Duitse mosterd, deze is zo lekker. Boutsnazenf. Die smaakt ook wel. Ja, oké, die is niet zo lekker als deze. Nou, deze. Allebei Duitse deze mosterd. Is deze is niet lekker. Die is veel lekker. Hij is druk. Ja. Eet ze. Worst. Brood. Ja, je ziet iets verschil. Dit is meer een plakkaat en dit is meer verf met een neer. Dit leeft. Dat is zo gebeurd. Het is hetzelfde die verf is. Ja, je ziet hier de lijn lopen. En dat is wat helderder, maar het is ook massiever. En hier zie je nog een beetje het hout er doorheen. Dus één laag. We hadden gedacht, we doen een wash, maar dan moet ik die verf zo verdunnen, dat het, ja, dan hebben we drie van die emmers en dan, dat vind ik eigenlijk overdreven. De primer was bijna net zo duur als de verf zelf, dus het maakt niet zoveel uit waarmee we het nu doen. Ja, het is natuurlijk een helder geheel met primer eronder. Maar willen we dat? We gaan het zien. We laten het drogen. Wordt vervolgd. Kijk er wel een beetje doorheen. Door die...
door die spleetjes. Je ziet een onrechtmatige muur erachter. Merk ik. Maar dat zal wel egaal vuil worden. Komt er netjes uit te zien. Zo, net even wat knutselwerk gedaan. Twee gewonnen boeken. Ten behoeve van een winactie op My Streets or Not op Facebook. Dat is een lezersgroep. Die ze af en toe eens interviews houdt, winacties doet. En twee dames hebben een boek gewonnen van mij. Dat is een andere actie dan degene die loopt vanwege onze 5000 leden. Wat ben jij in godsnaam voor een herrie aan het maken, man? Taartjes. Oei. Oh, herrie. In het ritme van de sloefmachine mijn verhaal doen. Doe het dan eens. Hè? Doe dat. Ja, nou, vroom. Hé, hey, netjes. Laat het kleine stukje daar nog. Ja, moet ik even als laatste, want anders moet ik mijn platen zagen. Netjes, dus hier kunnen we dat ding weer tegenaan douwen, neem ik aan. Het aanrechtje. Oh, daar ligt van alles onder. En achter. Dus hier ga jij op tegelen. Heb je die rode? Ga tegelen. Dat ga je nog doen nu. Oké. Okay. Nou, netjes. Toch gooi ik even in vandaag. Yeah. Nou, we hebben alweer een lange dag gemaakt. Beetje tevreden over je werk? Nou, ik vind het net zo. Nou, vind ik ook. Vind ik ook, ja. Wanneer denk je dat ik moet gaan schilderen? Nou, dit kun je allemaal schilderen. En ik weet niet of je gaat dit toch eens weer doen? Ja. Maar dan is er wel een stukje wat ik hier nodig heb. Mm-hmm. Dat kan ik dan daarvoor gebruiken. Oké. Ja, dat proefstuk bedoel je? Ja, ik moet eventjes een pakketje halen. Ja, en twee boeken wegbrengen. En dan een hoop te doen. Kijk even. Yes. Mooi. Nee. Nou, we gaan even twee boeken wegbrengen. Van de winactie op My Streets or Not. Hoppatee. Zes. Dan is er eentje van de lijn gedonderd. Ja, dat ligt. Ah jongens, wat is dit voor een smakelijke toestand, joh. Ik begrijp er echt geen hol van. Oh, kip op de weg. Ik ben dat er zeker of niet? Ja, hoor je kebab? Dat lukt zo weer mooi. Kipkebab, nooit gegeten. Wat doe je dan? Hey kip. Maar. Het is er eentje die van sneeuw houdt. Een ontdekkingsreizigerskip. Een ontdekkingskip. Kip? Hem erin. Oh, die van ons die komen het hok niet uit. Die denken, ja, geef mijn portie maar aan het andere kippie. Aan Tokkie. Tokkie, neem jij mijn portie? Geen idee of we weer een vlog vol hebben. Dus, tot volgende. Tjoe. Tjoe. Bye. Bye. Jongen, je zit hier bij een hele gevaarlijke boer. Die hangt je aan je poot aan de schuur. Vind je het nou slim om hier te gaan staan? Oh nee, dus niet. Doei!